Dit is Kabir Noor Mohammed, artiest, entertainer, showman, ook bekend als de Hindoestaanse André Hazes. En dit zijn beelden van zijn theatershow De Genezing van een Depressieve Moslim. Een vrome moslim ben ik van mijn leven nooit geweest, al is mijn naam Mohammed, ik ben wat je noemt een beest. Gehoorzaam Allah, zegt men, maar mijn leven is geen feest. Ik hou van drank en vrouwtjes, en van vrouwtjes nog een meest. Oh, in zijn show vertelt Kabir over de worsteling met de demonen die hem achtervolgen. Demonen zoals bijvoorbeeld de Hindoestaanse cultuur. Een ander belangrijk onderdeel van deze voorstelling zijn Kabir's problemen met de hulpverlening. Wie deze show ziet, vindt het niet meer dan logisch dat Kabir de politiek ingaat en dat hij zich wil inzetten voor de ouderen, de gehandicapten, de mensen die zorg nodig hebben. Bij de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 is hij dan ook kandidaat voor de radicale oppositiebeweging, de ROP. Wij willen u als kijker één advies meegeven. Mocht u de kans krijgen deze wervende show nog te gaan zien, mis die kans dan niet. En tot zover Kabir Noor Mohammed, rasentertainer. Kabir Noor Mohammed, groot zanger. Kabir Noor Mohammed, politicus. Kabir Noor Mohammed, een man met vele talenten. En het is maar dat u dat weet.